Zo. Goedemiddag allemaal. We zijn nu bij onze rond het wintervuur online meeting, gathering. En ik wilde met jullie delen het verhaal van Helen Farius. Het heet Het IJsschip. Het verhaal zoals het hoort door mijn grootmoeders moeder is verteld, vertel ik nu aan jullie. Ooit was er een hongersnood op de kust van het meer van Farnaan. De oogst was slecht geweest. Het vee was ziekelijk en had bijna niets gejongd. En met het vissen was het ook teleurstellend gesteld. De dagen werden korter, de nachten langer, tot het leek alsof het alleen nog maar donker was. Vrouwen zagen bezorgd hun kinderen magerder worden en de uitjes aftakelen. Sommige van de jongere mannen waren verdwenen. Met de boten vissen hadden ze gezegd, maar iedereen wist dat er niet gezeild werd in de diepte van de winter. Ons meer is groot, wel zo'n 100 mijl lang, maar elke dag werd het ijsfilmpje dikker. De moeders hadden hun kleinste kinderen dicht tegen zich aangebonden. Sjools om zich heen gewikkeld als grote vleugels en fluisterden verhalen over Gefjon. Gefjon had het meegemaakt. Ze had het zo uit de schoot van moeder aarde getrokken. Ze had haar vier zonen in ossen veranderd en dreef ze rond en rond met een ploeg, tot de voren zo diep was dat de aarde losliet. Ze stuurde ze naar het zuiden, lachend en schreeuwend, en ze schoof die losse aard zo het strand op en zo de zee in. Je kunt nog steeds zien waar dat is gebeurd. Als de zon in de zomer schijnt, zie je daar het eiland drijven. Het eiland zij gevormd door al die aarde. Zulke verhalen en nog meer van dat soort verhalen zorgden dat we niet de gehele tijd aan de honger hoefden te denken. We hoorden ze, probeerden ons voor te stellen hoe het geweest was, hoe het gat opgevuld werd door het water uit de hemel, hoe de ossen hele bossen wegploegden. Al die tijd zorgen we kleine zelfgemaakte liedjes. Het meest dachten we nog aan het midwinterfeest. Dan zou er zeker genoeg te eten zijn, veel eten en lekker zoet bier. Op midwinter zou deze ellende voorbij zijn, dat wisten wij als kinderen zeker. Onze ouders waren wanhopig of we het zouden overleven. Toen eindelijk de langste nacht kwam, hadden we geen eens meer de energie om te protesteren dat er geen feest was. Het was op Vrijersdag, vrijdag, de 13e dag van de nieuwe maan, van de 13e maan van het jaar. We hoorden nergens ook maar een geluid, zagen niks bewegen, alleen maar de stille witte sneeuw en de sterren in de zwarte nacht. De mensen zaten alleen maar. Er was een meisje dat niet bleef zitten. Ze had het gevoel dat ze naar buiten moest en duwde de deur open en staarde naar de bevroren lucht. En terwijl ze staarde, zag ze opeens een bijzondere vreemde schittering, dwars door het mist van hulde. Het verdween achter het eiland dat net voorbij de kust lag. Ze riep haar ouders en rende de weg op die naar het meer ging. Ze volgden, trokken hun capes gemaakt van houden aan met het gevoel van vreemdheid. Op hetzelfde ogenblik kwam ook anderen uit hun hutten alsof ze een stille bel hadden gehoord. Glijdend van achter het eiland kwam een prachtig groot schip, glinsterend en schijnend in het maanlicht. Het was een schip zoals we nog nooit hadden gezien, want het glijdde op het ijs en werd getrokken door vier grote gele katten. De zeilen waren gehezen en het zong vaagjes terwijl het zeilde. Het schitterde alsof het ook van ijs was, bevroren hout uitgehakt in sierlijke vorm. De zeilen schitterden en bolden op in een wachtende lucht alsof ze van de wind zelf gemaakt waren. Een stralend gestalte stond op de boeg. Verlicht het schip zoals de maan haar eigen pad verlicht als ze over de zee schijnt. We konden nu zien dat het een vrouw was in het wit,
haar hoofd en schouders in het licht gevangen. Dan weer zilver, dan weer goud, terwijl de verschijning steeds dichterbij kwam. Er kwamen nog steeds meer mensen van het dorp op het bevroren strand, proberende om het geluid van het schuivend van hun schuivende voeten in de sneeuw te verdoezelen. Mijn moeder stond achter mijn broer en mij, haar handen op mijn schouders. We kropen tegen elkaar aan en staarden. De vrouw van het bevroren ijsschip was groot en zag sterk uit. Twee dikke strengen van korenkleurige haar hingen over haar borsten. Een gouden cirkel om als haarband. Ze droeg om haar schouders een cape van vieren van wit en helder als de sneeuw, gevoerd met bont dat glansde als de winterzon. In het bont zaten glinsterende ijskristallen. Onder haar cape had ze een wit linnen jurk aan, die bij elkaar werd gehouden door een zilveren gordel met in het midden afhangend een spintol van goud. Ze droeg baarnstenen oorbellen en zwaar gouden armbanden en glinsterend aan haar hals grote baarnstenen kralen tussen gouden maanvormen. In haar opgeheven hand hield ze een lamp vast, in de andere een groot gedraaide drinkhoorn. De wandelende katten met poten zo groot als knuppels, maar dan bedekt met bont, trokken het schip tot vlak bij de rand van het bevroren meer. Ik kon hun grote klauwen horen tikken toen ze de boot draaiden zodat hij langs de kust kwam te liggen. Het zuchtte vaag en stopte. Toen pas zag ik dat wat ik dacht dat de lamp was eigenlijk het boegbeeld. De kop van een grijnzend wild zwaan, verlicht door iets van binnenuit. De vrouw had haar hand erop laten rusten en nu nam ze haar hand weg en deed hem boven haar hoofd in een groet. We bleven staren als een stel domme eenden zonder hersens. Ik ben gekomen, zei ze, terwijl ze zorgvuldig ons bekeek, in antwoord op jullie vraag. We keken wat ongemakkelijk naar onze buren en naar elkaar probeerden om ons hoofd niet te bewegen, om zo haar aandacht op te vestigen. Wiens vraag? Jullie sterven, ik heb eten. Het was een moment doodstil, terwijl deze informatie binnenkwam. Toen begon een jonge vrouw vlak bij de kust naar het schip toe te stormen. De vrouw hield haar andere hand, die met die hoorn uitstrekt, alsof het een schild was. Plotseling zat de vrouw op de grond, haar baby tegen zich aangedrukt, die begon te kraaien van plezier van dit spelletje. Na een moment kroop haar man overeind en hielp met opstaan. De rest van ons bleef doodstil staan. Laat me jullie eerst wat vertellen, goede mensen, en jullie wat laten zien voordat je laveloos eet en drinkt en niet meer kan nadenken doordat je te dronken bent. Wat ik zeker weet, dat je zult worden als je mijn gaven neemt. Terwijl ze zo sprak, leunde ik wat tegen mijn moeder aan. Ietsjes meer op mijn gemak en bedacht dat ze vast een belangrijke verteller moest zijn. Meestal kwamen ze met een kar in de zomer, zonder katten. Ik genoot van haar stem. Het klonk zo muzikaal, met een volle vrouwelijke klank. En toch ook heel laag en waardig. Ze kon zich vast zichzelf laten horen over het hele meer heen als ze dat zou willen. Zo krachtig was haar stem. Haar woorden hadden een wonderlijke echo. Ze keek over de menigte en sprak weer. Jullie hebben op het moment een hongersnood in het land, maar deze gaat voorbij. De zon zal weer gaan schijnen. Regen zal vallen. Het graan zal wuiven in de wind. De vissen zullen springen. Er was een gemurmel van bevel uit de menigte. Dit was geruststellend, maar ik zie vooruit en ik zie achteruit de toekomst en het verleden. En ik zie dat jullie op een dag in een hongersnood van de ziel belanden
En ik kan jullie niet beloven dat de zon dan weer voor jullie gaat schijnen. Misschien is ze dan voor eeuwig dood. Gestorven door jullie verwaarlozing en jullie ongeloof, jullie angst. De man aan mijn linkerkant stokte zijn adem. De vrouw sprak verder, haar stem als donder voor de bergen. En ik ben de zon, en ik ben de regen, en ik ben de wind, en ik ben de vis. Ik ben de korenmoeder die aan het einde van de oogst samenbindt, en nu hang ik aan de keukenmuur. Maar je zult het vergeten. Je zult vergeten en je zult sterven en aan een gebrek erger dan gebrek aan eten. We schommelden ineen van afschuw bij haar woorden, en sommigen van de ouderen vielen op hun knieën, want ze begonnen te vermoeden wie ze was. En ofschoon mijn idee veel vager was, greep ik mijn broers hand en mijn moeders arm verstrekt om me heen. Maar ze begon niet te jammeren en ze viel ook niet. Ze was streng en verstandig altijd. Maar als, zei de gouden vrouw in de bevroren boot, haar vrije hand ophoudende voor stilte, als jullie stappen nemen om deze nacht te herinneren en mijn gaven, als je verhalen doorvertelt aan de kinderen en zij aan hun kinderen, als ze oud genoeg zijn, misschien op een dag overleef je de hongersnood die ik voorspeld. En dan zien dat op een kleine manier ik herinnerd word aan een kleine plek voor mij in jullie harten, aan jullie tafels. Haar stem vervaagde en haar woorden braken af. Ze scheen het moeilijk te vinden om weer verder te gaan. Veel mensen gedroegen zich eigenlijk behoorlijk slecht, dacht ik, voorovergebogen met hun hand over hun oren, zichzelf vasthouden en me heen en weer zwaaiend. Ik keek intensief naar het gezicht van de vrouwen zoals ik naar elkaar spreken over vertellen zou kijken. En ik zag twee tranen uit haar ogen rollen en landen op het ijs met een getik. Gouden tranen. Ze ademde diep in en uit. Ik zag haar boezem omhoog komen. In dat geval ging ze kalm verder met een lage stem die iedereens hoofd naar binnen ging als een scherpe pijl. Dan zal ik opnieuw komen en de hongersnood zal voorbij gaan. En jullie zullen feesten als tevoren. Toen kwam een van de oude vrouwen tevoorschijn en stond rechtop onder de kop van het wilde zwijn, wiens ogen glansden en flikkerden zodat zijn schijnsel op haar gezicht te zien was. Vertel ons, vrouwen, zei oud Berit, wat zijn de manieren waarop jouw herinneringen levend gehouden moest worden of moet worden, behalve dan het vertellen van wat er vannacht gebeurd is. Ze sprak heel formeel, zoals oude mensen vaker doen. Drie manieren, zei de vrouw, alsof ze blij was met deze student. Ten eerste, jullie moeten allemaal een boom planten buiten je huis, en in deze boom zal een geest huizen die jullie leven zal beschermen. Respecteer deze boom. Doe hem nooit pijn en beschadig hem niet. Vraag het om hulp als je nood groot is. Moeders, vraag het om kinderen. En in ruil daarvoor geef de boom elk jaar het eerste beetje bier dat gebrouwen wordt. Op de avond van deze nacht giet je het bier over de wortels van je beschermboom en ik zal het weten. Wat moeten we nog meer doen? Vroeg oude Berit. Ten tweede zal jij en jij, de vrouwen wees plotseling in de menigte, en ik voelde mijn moeder versteven, want ze had haar
naar ons gewezen. Jullie worden mijn priesteressen. Jullie zullen dansen voor mij wanneer de zon op zijn hoogst is. Je danst wanneer de dag en nacht even lang duren en wanneer de nacht het langst is. 4 keer per jaar zal je dansen. Jullie zullen mijn afbeelding in de sterren zoeken en op reis gaan en voedsel krijgen van het volk en jullie zegen geven wat mijn zegen is in ruil daarvoor. Dat is 2, zei oude Berit. En wat wordt de derde? Ze was net zo min bang als mijn moeder en ik was trots op mijn familie. Het derde is, zei de vrouw, en ze moest een beetje lachen, de oudste dochter in het huis zal een brood gaan maken in de vorm van mijn rune. Deze rune is de rune van geven. Sommigen kennen het wel. Hierbij trok ze een schakel van haar gordel en hield een symbool omhoog wat eruit zag als 2 korenaren die gekruist waren. En op de ochtend van deze dag, van nu af aan, voor de zon opgaat, de kinderen zullen opstaan en het brood serveren samen met het bier aan hun vader en moeders. En opa's en oma's, tantes en oom, aan alle die in hetzelfde huis wonen onder 1 dak. Zij zullen komen zoals ik gekomen ben en zij zullen worden geëerd zoals jullie mij eren. Ik vroeg me af of ik dat ook zou allemaal moeten doen. Maar het was volgens mijn moeder naar wie ze gewezen had. Maar ja, ik was wel de oudste dochter en ik kon het brood bakken op de manier die de gouden vrouw beschreven had. Berit knikte en strompelde terug over bevroren grond. Wacht, Berit, zei de vrouw en mijn tante keek op volkomen verrast. Neem hier maar een slok uit en geef het door aan je zusters en broers. Maar mijn broers zijn allemaal dood, vrouw, stamelde Berit. De mannen van het dorp, Berit, zijn allemaal je broers nu. En zo ging het vanaf die dag, waren alle mannen vriendelijk voor Berit en hielpen haar zoals broers dat doen. Maar goed, ik loop op de zaken vooruit. Tante Berit nam de drinkhoorn en gaf hem door aan haar buurvrouw, die een slok nam en verrast lachte. Ze gaf het hem door en zo kwam het bij mijn moeder terecht, die een slok nam en gaf hem door aan mij. Ik hield hem in beide handen, want het was een groot hoorn van de ooros, denk ik, en gemaakt van rood goud ook nog. De drank was niet ijskoud, zoals ik verwachtte, maar schuimig en heet. Er zaten noten en gedroogde vruchten in kruiden. Het prikte in mijn neus en maakte me ook aan het lachen. Mijn broer had met de mannen moeten drinken, maar hij was nog jong en mijn moeder zei dat hij maar van moest profiteren, dat hij nog bij de vrouwen hoorde en gaf hem ook een slok. Zijn gezicht was met de meiden bedekt en lachte. Op deze manier ging de hoorn rond langs alle dorpelingen die in de koud stonden en uiteindelijk kwam de hoorn weer terug bij de vrouw op het schip. Toen draaide ze zich om en riep naar achteren, Mardel, hoorn, seer. En 3 vrouwen kwamen tevoorschijn. Ze moesten daar al die tijd geweest zijn. Ik weet niet hoe, wie ze over het hoofd hebben gezien, want waren net zo bijzonder als een meesteres. Ze brachten potten, kisten, schalen enzovoorts, die ze aangaven aan de mannen die op de wal stonden. En de kisten stoomden en zaten vol met warm eten, zoals ik nog nooit gezien had. En hoe meer uit de kisten werd gehaald en doorgegeven, hoe meer er kwam. Het voedsel raakte maar niet op, zodat de laatste familie meer dan genoeg had om de hele nacht door te feesten. En tot de lente hadden we genoeg voedsel, tot de kippen weer gingen leggen en de koeien weer melk gaven.
Terwijl de dopelingen zaten te schansen, liep ik bij mijn moeder weg, die trouwens toch te druk met eten bezig was om te merken, en ik liep naar het ijs. De katten zaten of lagen op het ijs, eentje lichtte zijn grote poten. Daar stond ze, groot en sterk. Haar hand rustte weer op de kop van het wilde zwaan. Ik keek op naar haar en zei, kijk naar mij. Nou, Hulde, zei ze zacht, zodat alleen ik het hoorde. Ik hoorde je roepen en ik ben gekomen. Je hebt vannacht je eerste taak als leider van de priesteressen van de overvloed goed gedaan. Want dat is wat je zult zijn. Ze wist dat ik het meisje was dat naar buiten was gegaan om te kijken naar Huldestraat. Wat wil je als beloning? Ik wist precies wat ik wilde. Ze wachtte. Ik wil niets van waarde hebben, zei ik. U heeft ze al weggegeven. Dus u wilt ze vast niet meer, maar voor mij zullen ze heel bijzonder blijven. Wat is dat dan vroeg? Ze glimlachte. Ik wees naar het ijs. Uw tranen die hier zijn gevallen. Ze knikte en ik knielde neer op het ijs en begon te voelen. Daar was er een en daar de ander. Ik stond triomfelijk op en hield ze omhoog in elke hand. Goud, riep ik. Kijk nog eens, zei de vrouw. En toen zag ik dat de tranen van het helderste baarnsteen gemaakt waren dat ik ooit had gezien. En dat zijn de oorbellen die ik sindsdien altijd draag en op dit soort feesten en die naar mijn kleindochters zullen gaan als mijn tijd om naar het zomerland te gaan gekomen is. Zo, dus nu weten jullie waarom het midwinter de tafel zo gedekt is met weden en witte tafellakens en servetten. En als je nou klaagt omdat je moet opstaan en het brood moet bakken in de vorm van een kruis, dan weet je nu dat het een hele eer is dat je dat mag doen. En nu weet je ook waarom er krenten op zitten. Dat zijn de ogen van de katten en die zware kandelaar met die kaarsen is, zodat je kan zien hoe de vrouwen licht uitstraalden. En je vroeg je natuurlijk af waarom de kostelijke meiden en beer uitgooiden over de wortels van de boom. Nou, dat weet je nu ook. Je weet nog niet alles, want toen ik naar mijn moeder terugrende om haar te laten zien wat ik had gehoord, ik geraakte mij en ik zag het schip vertrekken. En op het laatste moment zag ik dat er ook nog een baby aan boord was in een wiegje, net onder de kop van een wilde zwijn. Een van de vrouwen pakte een donzen deken en schudde hem uit en een zwerm sneeuwvlokken vloog door de lucht en benamme het zicht op het schip. Een ogenblik later keek ik naar de maan en zag een sterrenfiguur. Het leek alsof de sterren zichzelf in de vorm van een vrouw schikte en met een grote hoorn in een hand en een spintel aan haar gordel. Iemand schreeuwde en sommige anderen zagen het nu ook en nu nog wordt er over gepraat wat we zagen ook echt was geweest. Of het gele of witte katten waren die het schip hadden getrokken of grote witte honden of misschien zelfs wel ossen. Sindsdien noemen we die dag naar de vrouwen, we noemen het Lucia, met de kaarsenkroon of breed van het licht. En we vertellen altijd hoe ze in haar schip kwam, haar gave gaf en hoe wij van de hongersdood gered waren. En we vergeten het nooit. Zo. Dat was mijn verhaal. Ik heb wel een mooi beeld gevonden. Ik zal straks proberen dat inderdaad te sharen. Maar ik weet niet of jullie iets te delen hebben.
Nou, allereerst wat een supermooi verhaal. Ja, dat hebben we jaren geleden aan de kinderen verteld. Wij gingen altijd Jul met de kinderen vieren op 25 december. En dat was een verhaal dat we aan de kinderen vertelden. En ze krijgen natuurlijk altijd een hele mooie stuk baarnsteen voor de kerst. Geweldig. Ja, echt heel erg mooi. Het is een beetje lang, maar er zitten zoveel elementen in. En ik zag ineens Sint Lucia ook. Ik dacht, oh mijn, ja, het is vandaag Sint Luciusdag. Dus dat kwam allemaal heel mooi uit. Dus ik wilde dit jullie niet. Ik vond het heel leuk om vanmiddag dat te delen. Maar wie heeft ook wat te delen? Frikke, jij had verteld dat je zou iets over vrouw Holle vertellen. Of heb je een liedje? Nee, ik heb een verhaal. Heb je ooit liedjes over Holder? Want jij hebt altijd van die hele mooie liedjes. Ja, die heb ik wel. Dat is een hele simpele. Maar kan jij nu een zingen? Nu kunnen jullie allemaal meezingen. Het is alleen in Oh, Duits. amazing. Ja, dat Het is is nog in mooi. Duits. Want ik heb. En Duitsland is natuurlijk vrouw Holles land, zeker Hessen. En ja, daar heb ik om inspiratie gevraagd. En toen is het. Dus het is vrouw Holle, hoor mij en zegen mij. Dan moet ik even over de tekst nadenken. Vrouw Holle, hör mich, spinne deine Segen. Vrouw Holle, hör mich, spinne deine Segen. Vrouw Holle, hör mich, spinne deine Segen. Vrouw Holle, binnen deine zegen. En zo kan je uren doorgaan. Het is een lied om je helemaal in haar, ja, haar zegen te vragen en om je die daar ook helemaal in te laten spinnen. Maar ik heb ook een verhaal van. Ik denk dat in Nederland het meest bekende verhaal is van vrouw Holle die de dekbed schudt, waardoor het gaat sneeuwen. En dit is een ander verhaal. Het gebeurde in de tijd van de 12 heilige nachten, als de storm over de velden raast. Dan rijdt vrouw Holle over het heideland. De mensen sluiten de luiken voor de ramen en schuiven de grendels voor de deuren. Want de ogen van stervelingen mogen haar niet te gaan schouwen op haar stormachtige tocht. Als ze zegen komt brengen aan de aarde en de mensen. Op die tijd tot een boer met zijn vrouw bij de armelijke haardsteden. De storm kwam naderbij, met verschrikkelijk geloei en rukte aan het vergane dak, zodat die twee daarbinnen bang werden dat het hele dak afgerukt zou worden, want hun armoede was groot. Vroeger, toen hun kinderen nog leefden, kwam vrouw Holle met haar geschenken ook onder hun dak en sprak de zegen uit over de vruchten van het veld. En doorgrondde ze de gezindheid van de mensen. Dan zoemden de gouden bijen over de besneeuwde heiden, zodat het overal kruidig naar honing rook en uit de bron bij het huis zoete wijn stroomde. Maar later kwamen er misoogsten, ziekten en plagen over de hoeven. Die hadden kinderen, koeien, kalveren en katten weggerukt. En nu bedreigde de storm het vermolmde hout van de balken opnieuw en het vakwerk kraakte in zijn voegen. Door de druk van de loeiende wind sprong de huisdeur open. De wind stoof naar binnen als een meute wilde jachthonden, rammelde in alle hoeken, knetterde in de vlammen van de haard en sproeide met 1000 vonken door de schoorsteen omhoog. En tenslotte, buiten in de struiken te verdwijnen. De boer stond verdoofd en traag op, slofte naar de deur en sloeg hem nors dicht. Toen steeg een nieuwe vlam helder uit de opgegooide hoop as omhoog, tot aan de paardenhoofden van het houtsnijwerk in de rookvang. In dat licht zagen de boer en zijn vrouw een jankend hondje bij het haardvuur.
Dat lag daar met een ruig vel, kwispelend smekend met zijn staart op de vloer en hapte naar de hete asvlok. Het was zeker naar binnen gesprongen tot de deur open stond. Vol medelijden nam de boerin het diertje op schoot, streek het over zijn warrige vachtje en sprak: "Je hebt een armoedige bedoeling uitgezocht, maar voor jou hebben wij nog wel genoeg. Blijf maar bij ons, dan hebben we weer een levende ziel in huis." Het was het hondje aan te zien dat hij haar woord voor woord verstond. Hij keek zijn nieuwe bazin dankbaar aan en rolde zich behagelijk op om te gaan slapen. Na verloop van tijd ontpopte het hondje zich als een vrolijk diertje met heldere ogen, dat nieuw leven bracht in het vervallen huis. De harten van beide mensen werden op de proef gesteld met dit geschenk. En het bleek dat zij rechtschapen, vriendelijk en trouw waren. Vanaf die tijd ging het werk ze weer gemakkelijk af, zoals vroeger, toen ze nog in overvloed en geluk hadden geleefd. Dat kwam doordat het hondje warmte bracht in hun kille eenzaamheid. Intussen steeg de zon naar zomerse hoogte. De boer had een nieuwe grendel gesneden voor de deur. De wind rukte en schudde aan de deur, maar de grendel hield. Toen werd er plotseling geklopt. De boer en zijn vrouw dachten dat het iemand was die verdwaald was en die hem onderdak kwam vragen voordat de storm losbarstte. Daarom stond de boer op en liep met zware passen naar de deur om de grendel opzij te schuiven. In de deuropening stond een rijzige vrouw. Zij reikte tot aan de stormachtige wolken onder de sterren. Haar lange haar golfde over haar sneeuwwitte kleed. In haar rechterhand hield ze een zweep. Maar haar stem klonk vertrouwd toen ze zei: "Wees niet bevreesd, ik kom alleen maar mijn hondje ophalen, dat ik vorig jaar om deze tijd op deze plek ben kwijtgeraakt. Ik weet dat jullie er zo goed voor hebben gezorgd, alsof het van jullie zelf was. Zo is met het diertje ook het geluk weer bij je teruggekomen. In deze eenzaamheid kan nieuw leven ontspruiten. Er zullen weer kinderen spelen in huis. Er zullen paarden en koeien in de stal staan. En de graanzolder zal vol liggen. Dit schenk ik jullie, zolang er meevoelende mensen in dit huis wonen." Nu riep de vrouw het hondje naar zich toe, nam het in haar armen en plotseling waren alleen de sterren te zien in de lege deuropening. Nog één keer kraakten de oude balken. Toen werd het stil en plechtig, zoals in het woud. Er sloeg een nieuwe vlam omhoog uit de as in de haard en het licht ervan verlichtte de hele kamer. In de hoek waar het hondje altijd lag, glansde er iets zo helder als het licht van de dag. Het was goud. De boer en zijn vrouw vonden een groot stuk gedegen goud als geschenk van de reiziger. Nu begrepen ze wel dat het vrouw Holle was geweest aan wie ze deze rijkdom te danken hadden. Ze omarmden elkaar als vroeger in de gloed van een nieuw leven. En toen de lente kwam, raakte huis en hof gevuld met de bedrijvigheid van paarden, koeien, varkens, honden en kippen. De wieg moest weer tevoorschijn gehaald worden. En na verloop van tijd klonk het lachen van kinderstemmetjes, waar zo lang het zuchten en steunen van de armoede te horen waren geweest. Wat lief. Ik heb inmiddels beeld van... ik zal het laten zien. Het is mooi van die... Vrouw Holle ook. Kijk, kunnen jullie dat zien? Ja? Dat is IJsschip van Helen Farius. Daar zijn inderdaad de katten. De gordel. Barnsteen en de vieren.
Dus ook alle mensen van Vrouw Holder, die komen daar ook in voor. Hè. Het is echt zo'n verhaal. Ik ken ook een verhaal van Vrouw Holder, maar het werd een beetje aangepast. Ook voor Winter Solstice. En daar kwam ze gewoon met een soort chariot in de hemel. En ze stond stil op een gegeven moment. En ging inderdaad allerlei cadeaus, dingen naar de aarde gooien uit haar gouden chariot. Dus dat is een beetje het verhaal van, weet je wel, dat ze inderdaad de boom ging schudden en zo. Dus een vriend van mij, die heeft gewoon het Vrouw Holler verhaal gewoon veranderd in een soort Winter Solstice verhaal. En een beetje gekoppeld ook aan inderdaad het vrije verhaal. Daar wordt ze ook inderdaad in een chariot, die wordt gedragen door inderdaad de katten. Ja. Het is echt een heel mooi beeld. Hè? En ik vind het altijd heel leuk dat je altijd terugkomt op dat idee van de zon. Die wordt, wat ik zeg altijd, internalized. En dus we denken altijd aan de summer solstice ook. Waar heel veel natuurlijk de zon is op de hoogste. En met winter solstice natuurlijk is de zon op het laagst. Dus, maar het zijn allemaal van die hele mooie beelden. En ik hoop dat jullie ook... Hier worden ook geïnspireerd, want dat is natuurlijk het leukste van deze delen van bepaalde gedichten en verhalen. Dus bedankt, Frigga, het is echt heel erg mooi. Zijn er nog meer dingen? We hebben nog 5 minuutjes. We houden het kort, gewoon een uurtje lang. Ik weet niet hoe het zit met jullie. Hebben jullie nog dingen die jullie delen? Nou, ik heb nog wel een tip eigenlijk, want de tijd is nog maar heel kort natuurlijk. Maar ik luister zelf altijd erg graag naar de verhalen van Donderelf. Oh ja, ja. Van Donderelf. En hij heeft net een nieuwe cd uitgebracht. En die heet De Droom van Balder. Een droom van Balder. En dat is een verhaal dat sterk verbonden is met Midwinter. Ah, oh, right. Dat zou ik nog als tip willen meegeven. Volgens mij kun je het ook op Soundcloud en zo beluisteren. Ja. Maar volgens mij is de cd ook niet zo heel duur. Dus als je daar enigszins interesse in hebt, zou ik dat van harte aanbevelen. Ja. Nou, ik zal straks het kijken. Dan kun ik het even bij PFA Lageland op Facebook even een link plaatsen. Oké. Okay. Yes. We zijn er trouwens, ik wil Astrid vragen of er dingen in België, wat je met Winter Solstice, speciale dingen die... Want het is ook een beetje de bedoeling van... Jullie komen uit verschillende provincies en zo. Dus volksverhalen uit verschillende provincies. Maar wat doen jullie in België met Winter Solstice? Momenteel niets. Momenteel niet. Nee, wij mogen maar vieren met maximum 10 of zoiets. Iemand van de druïden heeft gevraagd aan de regering of dat er ook cirkels mochten getrokken worden, maar dat is volledig verboden, omdat dat geen echte religie is. Dus, maar ik ben ooit eens een jaar of 5, 6, 7, 10, ik weet het al niet meer, naar een midwinterviering van traditie geweest. En dat was op een groot domein ergens hier in het Antwerpse. Met een hele wandeling. Er werd een varken gebraden. Er werd vuur gebrand. De wilde mannen liepen ook rond. Dus het was een heel tof feest eigenlijk. Ja, ja. Nou, we kunnen natuurlijk nog dingen op PFA Lageland ook nog delen. Dus het houdt hier niet op. Als jullie niks meer te verdelen hebben of delen, samen delen, dan sluit ik deze eerste middag af rond het wintervuur. En ik wens jullie een hele fijne Yule, Winter Solstice, Midwinterfeest, hoe je dat wil noemen. En ook de mensen die inderdaad ook kerst vieren. Ik hoop dat het dit jaar ook met familie kan zijn. Anders wordt het ook... Ja, met Zoom-meetings wordt het ook weer lekker gezellig. Maar ik denk ook, better safe than sorry, dat we beter inderdaad thuis kunnen blijven. Maar ik wens jullie in ieder geval een hele fijne Yule. En onze volgende online meeting op deze wordt, we hebben de datum al geprikt, het is 24 januari.
Dus ik zie je rond het Imhoekvuur, rond 24 januari. Dus begin al nu al naar dingen te kijken van dingen, gedichten die je kunt delen. Zelfgemaakte gedichten zijn natuurlijk altijd mooi. En we gaan verder in Pagan World, de PFI newsletter, gaan we ook verder met dingen delen. Hè? Jochem, Soleil, Frigga, we gaan gewoon, wat dat betreft, veel dingen daar ook delen. Dus PFI-leden hebben natuurlijk altijd een beetje voorrang. Want dat is onze eigen newsletters en onze eigen in-house digital magazine. Dus daar is een beetje promotion. Thank you. Nou, in ieder geval tot 24 januari en een hele fijne Yule and Winter Solstice.